Goedenavond, dit is het bevrijdingsjournaal van 1 mei 1945... waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Russische troepen zijn erin geslaagd om een deel van de Rijksdag in Berlijn te veroveren. Het heeft vooral een symbolische waarde. Maar Duitse weermachtofficieren zouden nu tot overgave hebben besloten. Officieel is dat allemaal nog niet. Er is nog een groep buitenlandse SS'ers in de Rijksdag die wil doorvechten. Want die hebben natuurlijk helemaal niets meer te verliezen. Ze zijn kansloos. De Sovjets hebben het gebouw met rode vlaggen al bestormd. De strijd om Berlijn is gestreden. En dat dan ook nog eens op 1 mei, de dag van de arbeid. Dat is in de Sovjet-Unie al een feestdag, maar nu natuurlijk helemaal. En dat moet voor Sovjet-leider Jozef Stalin toch een glorieus moment zijn. Niet waar, David-Jan Godfort in Moskou? Ja, dat is het zeker. Maar vraag niet welke prijs de Sovjets daarvoor hebben moeten betalen. De Russen hebben Berlijn wijk voor wijk, straat voor straat, huis voor huis moeten veroveren. De nazi's hebben zich tot de laatste snik verdedigd. Maar de strijd is nu toch echt beslist. Stalin heeft de hoofdprijs. Ja, het balletje kan raar rollen, David-Jan, want een paar jaar geleden stond Hitler met zijn leger nog voor de poorten van Stalins Moskou. Ja, inderdaad. 3 jaar geleden zag het er nog naar uit dat de Sovjets geen enkele kans zouden maken tegen het toen nog geoliede Duitse leger. Het schijnt dat Jozef Stalin toen een zenuwinzinking nabij was, maar hij heeft zich net op tijd weten te herpakken. Hij mobiliseerde binnen no time honderdduizenden verse manschappen en duizenden stuks materieel helemaal uit het oosten van zijn rijk. Door een uitstekend spionagenetwerk wist hij namelijk dat Japan hem daar, in Siberië, niet zou aanvallen. Die troepen konden daar dus weg en ingezet worden tegen de Duitsers. En Stalin had het geluk een uiterst vaardige generaal aan zijn zijde te hebben. Georgi Zhukov, die eerst de Duitsers uit de Sovjet-Unie verjoeg en nu een hoofdrol speelde bij de verovering van Berlijn. Nogmaals, het is wel ten koste gegaan van een hele hoge prijs, want volgens schattingen zijn er 20 miljoen Sovjets op het leven gekomen, militairen en burgers. Stalin heeft nu een groot deel van Oost-Europa in handen. Wat betekent dat voor de toekomst? Dat is nog een beetje speculeren. Op de conferentie van Yalta 3 maanden geleden zijn er wel afspraken over gemaakt. Stalin heeft daar beloofd dat in alle door de Sovjets veroverde gebieden in Oost-Europa vrije verkiezingen worden gehouden. Maar over die belofte heerst de nodige scepsis. Hij zal niet lijdzaam toezien als de Oost-Europeanen straks zeggen: hartelijk dank voor de gebrachte offers, maar we kiezen toch maar voor een niet-communistisch systeem. Dat zie ik niet gebeuren. David-Jan Godfort over het grote spel dat de komende maanden misschien wel jaren gespeeld gaat worden. Terug naar eigen land. Onze verslaggever Martijn Bink is inmiddels in bevrijd Friesland, in Makkum, een dorpje net onder de afsluitdijk. En het is daar nog steeds feest. Ja, er wordt hier zeker nog gefeest. Al is het hoogtepunt ook alweer achter de rug. Mensen proberen zoveel mogelijk het normale leven op te pakken. En er zijn ook mensen in Friesland die willen hier zo snel mogelijk weg. Die staan te trappelen van ongeduld om weer naar huis te gaan. Zoals de Canadezen. Want hoe leuk het hier ook is, ze zijn wel klaar met die oorlog. Ze willen terug naar Canada, naar hun geliefde. En niemand weet wanneer het zover is. Maar hier in Friesland zijn ook veel onderduikers. Joodse kinderen. Kinderen die hier in de hongerwinter naartoe zijn gekomen. En hele grote groepen evacuees, gevlucht voor het oorlogsgeweld. Jongens zoals Paul en Sef. Ze komen uit Zwalmen, een dorpje in de buurt van Roermond. En ze wonen nu hier in Makkum bij een gastgezin. Tot begin dit jaar leefden ze in de kelder van hun huis, zoals zoveel Limburgse gezinnen. En dagelijks vlogen er granaten over. Eind januari worden Zwalmen, Roermond en nog meer plaatsen in Noord-Limburg geëvacueerd. De Duitsers willen de handen vrij hebben. Geen last hebben van de inwoners. De vriendjes Paul en Sef komen in een lange stoet terecht van mensen die weg moeten. In de trein naar Duitsland. En via Enschede gaan ze naar Friesland. Maar liefst 30.000 evacuees uit alleen Limburg al komen hier naartoe. Voor Paul en Sef is de oorlog hier ver weg. Ze spelen buiten en trekken erop uit. Pas op het eind, als er flink wordt gevochten op de afsluitdijk, horen ze weer het geluid dat ze uit Limburg kennen. De inslag van granaten en kogels. Noord-Limburg is al 2 maanden bevrijd, maar eenvoudig op de trein stappen, dat kan niet. Het wachten is op toestemming van de autoriteiten en dat wachten duurt lang. Er zijn de afgelopen weken een hoop hoofdrolspelers van het eerste uur van de oorlog verdwenen.
Gisteren de zelfmoord van Adolf Hitler. Eerder deze week Benito Mussolini, die door partizanen is doodgeschoten. En twee weken geleden de Amerikaanse president, Franklin D. Roosevelt. Hij stierf onverwacht aan de gevolgen van een beroerte. Roosevelt is opgevolgd door de vicepresident Harry Truman. Dat is voor ons een grote onbekende. Marieke de Vries in Washington, wat weten we van die Truman? Hij is van eenvoudige kom af. Een country boy die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Amerikaanse leger in Frankrijk heeft gediend. Bij thuiskomst heeft hij nog even kort een kledingzaak gehad, maar die ging failliet. En daarna is hij politicus geworden. De afgelopen jaren heeft hij wel indruk gemaakt als voorzitter van een defensiecommissie die verspilling en fraude in het leger moest tegengaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij bij de afgelopen verkiezingen tot running mate van Roosevelt werd gekozen. Ja, dat is allemaal mooi, Marieke, maar Roosevelt, dat was een staatsman. Die status had hij ook. Truman komt net kijken, dat is toch andere koek. Ja, Truman zit er nu net een paar weken en het zal hem de nodige moeite nog gaan kosten om in die voetsporen van Roosevelt te treden. En om het nog ingewikkelder te maken, Truman heeft verteld dat hij de eerste maanden van zijn vicepresidentschap Roosevelt nauwelijks heeft gezien. Hij heeft dus niet met hem mee kunnen kijken. Het is maar de vraag of hij alle ins en outs kent. Kijk, de oorlog in Europa zal niet de grootste uitdaging voor hem zijn. Die is eigenlijk al gewonnen. Belangrijker is de periode daarna. Hoe komt de kaart van Europa eruit te zien? Geen mens weet hoe bedreven Truman is in dat politieke en diplomatieke spel. En dan heeft hij voorlopig ook nog te maken met het Tweede Front. De oorlog tegen Japan in de Pacific, waarvan het einde ook nog niet in zicht is, hè? Ja, dat klopt. De afgelopen maanden hebben de Amerikanen in de Stille Oceaan heel veel eilanden veroverd die door de Japanners werden bezet. En dat waren stuk voor stuk bloedige slagen. Op dit moment is er bijvoorbeeld een enorme slag gaande op het eiland Okinawa. Dat ligt ongeveer 1000 kilometer ten zuiden van het Japanse hoofdeiland. Er vallen daar duizenden doden per dag aan beide kanten. Okinawa is een zeer strategisch eiland, maar vergeleken met het Japanse hoofdeiland piepklein. Amerikanen vrezen echt dat als ze dat ook nog moeten veroveren, dat hoofdeiland, dat er nog veel meer bloed zal vloeien. En dat het nog veel langer gaat duren voor ze de Japanners definitief hebben verslagen. Marieke de Vries, het is nog een heel eind van daar tot Tokio. Einde van ons bevrijdingsjournaal. Morgen zijn we er weer. Dan met nieuwe voedseltransporten voor het hongerende Westen. Niet meer alleen vanuit de lucht, maar nu ook over land. Opgehaald vanuit depots in Os en Den Bosch. En ze staan klaar om de hongerprovincies in te rijden. In het bevrijdingsjournaal, direct na dat andere journaal. Nederland 1. Goedenavond, het bevrijdingsjournaal van 2 mei. Vandaag de derde dag van operatie Manna. Laagvliegende bommenwerpers die kisten en zakken met eten uit de lucht gooien. Nog steeds bikkelhard nodig voor het bezette westen van ons land. Maar er komt nu ook hulp over land aan. En ook dat is bij de conferentie in Achterveld bij Amersfoort afgesproken. Dat betekent dat er vanaf vandaag vanuit de Grebbelinie met vrachtwagens richting West-Nederland gereden mag worden. Voedsel is opgehaald uit depots in Os en Den Bosch en daar vandaan gebracht naar het niemandsland tussen Wageningen en Rhenen. Tussen bezet en bevrijd gebied dus. De Duitsers willen niet dat geallieerde militairen verder rijden, dus worden de kisten hier overgeladen in neutrale wagens met Nederlandse vrijwilligers. En dan langs de afzetting het hongerende Westen in. We hebben begrepen dat het vinden van genoeg chauffeurs nog een hele klus is en dat er een beroep wordt gedaan op onderduikers om te rijden. In ieder geval is het belangrijk dat de transporten doorgaan, want nog altijd is de situatie voor miljoenen landgenoten zeer ernstig. Dagelijks sterven mensen aan de gevolgen van ondervoeding en deze hulp komt dan ook als geroepen. Gisteren konden we melden dat Berlijn eigenlijk al gevallen was. En nu heeft ook de Duitse generaal, die het commando voerde over de verdediging van de stad, Helmut Weidling, zich officieel overgegeven. De slag om Berlijn heeft in totaal zeker 200.000 mensen het leven gekost. Wouter Zwart in Berlijn, 200.000 doden. Burgers, militairen aan beide kanten, een enorm aantal.
Ja, het Rode Leger heeft werkelijk iedere meter hier in Berlijn moeten veroveren. Letterlijk huis tot huis. Want het Duitse leger is nergens op de vlucht geslagen. Ook niet maanden geleden, toen Berlijn nog niet eens onder vuur lag. Iedere keer werden er nieuwe verdedigingslinies opgeworpen. Ik moet er wel direct bij zeggen, de Duitsers hadden ook geen keus. Elke soldaat die een stap terugdeed, kreeg onmiddellijk de kogel. Maar hier in Berlijn is werkelijk iedereen in stelling gebracht tegen het Rode Leger. Een paar dagen geleden zagen we al hoe vrouwen met de panzerfaust naar het front werden gestuurd. Maar ook kinderen, jonge jongens, hebben meegevochten. Als de Russen näher aan Lauban heranrückten, heb ik mich dem Kampfkommandanten van Lauban freiwillig als Melder zur Verfügung gesteld. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder Kram unter feindlichem Beschuss in die Hakeile geschafft. Het heeft uiteindelijk allemaal niet geholpen. De overmacht van de Sovjets was te groot. Alle weermachtonderdelen die aan de verdediging meededen, hebben zich nu overgegeven. Er zijn nu in Berlijn alleen nog wat groepen van meestal buitenlandse SS'ers die nog willen doorvechten. Die hebben natuurlijk helemaal niets meer te verliezen. Die weten zeker dat als ze in handen van de Russen vallen, ze de kogel krijgen. Maar voor het grote verhaal zal het niets meer uitmaken. De strijd om de hoofdstad van het Duitse Rijk is gestreden. Wouter Zwart was dat. Hier is Christ Klep, onze eenpersoonstrategische denktank. Christ, Hitler is dood, Berlijn is gevallen, oorlog is klaar. Ja, was het maar zo simpel, Herman, maar een Tweede Wereldoorlog komt niet in één dag ten einde. Er is nog zoveel chaos, er is nog zoveel onzekerheid. Wat gebeurt er in al die gebieden die nog niet bezet zijn? Zullen de Duitse troepen daar doorvechten? We horen berichten over Duitse troepen die afreizen naar Zuid-Duitsland, naar de Beierse Alpen, om daar een vesting te bouwen en het tot op het laatste vol te houden. Er zijn berichten over een nieuwe Duitse regering als opvolger van Hitler. Herman, er is nog zoveel onzekerheid, nog zoveel chaos. De oorlog is vandaag niet afgelopen. Tegelijk Berlijn gevallen, Derde Rijk is afgelopen. En daar hoort het beeld bij. En dit is wel het beeld ervan, hè? Ja, er is dit, iets mee. Dit wordt ongetwijfeld het icoonbeeld, het fantastische propagandabeeld van de totale overwinning van de Sovjets op nazi Duitsland. En ik kan er al onmiddellijk bij vertellen, dit is nepnieuws. Dit is een foto die in scène is gezet. En bovendien ook, en dat is voor de technici onder ons erg interessant, behoorlijk is geretoucheerd. Laten we eens kijken naar de oorspronkelijke foto. Die is betrekkelijk vlak, is betrekkelijk grijs. En wat heeft de fotograaf gedaan? Hij heeft donkere rookwolken toegevoegd. Hij heeft veel meer contrast toegevoegd om vooral te laten lijken alsof de gevechten nog volop bezig zijn. En ironisch genoeg, wat zien we op de achtergrond? Russische soldaten die gewoon rustig over straat lopen. De strijd is eigenlijk al gestreden. En dan voor de fijnproevers, rechtsonder in de hoek. Daar zien we twee Sovjet-soldaten. De bovenste steekt de vlag uit, de andere ondersteunt hem. En vooral hij is interessant voor ons. Want wat zien we in de oorspronkelijke foto aan alle twee zijn polsen? Horloges, zowel aan de linker als de rechterpols. Daarvan heeft de Sovjet-propaganda waarschijnlijk gedacht, ja, maar dat duidt op diefstal, dat duidt op plundering. En wat hebben ze gedaan in de uiteindelijke foto? Ze hebben van de rechterpols het horloge weggeretoucheerd. Herman, een mooi staaltje Sovjet-propaganda, zou ik zeggen. Ja, je hebt het over plundering. Bepaald niet ongewoon in gebieden die werden ingenomen door het Rode Leger. Maar er gebeuren nog veel meer misdaden. Dit zijn verhalen van Duitse vrouwen. Wie hebben zich die soldaten en officieren nu in ihrem ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen. Alle täglich betrunken. Wir haben also alle Frauen vergewaltigt, von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. Und Sie selbst auch hier? Ja, sogar meine Schwester und meine Mutter in bestialischer und tierischer Weise haben sie misshandelt. Ja, Christ, opnieuw een voorbeeld van hoe gruwelijk deze oorlog is, hè? Ja, ja, helaas, we zien het opnieuw. Oorlog ontmenselijkt en deze oorlog doet het al helemaal. Wat is er eigenlijk aan de hand? We zien dat burgers opnieuw het slachtoffer worden van die totale oorlog. En het is eigenlijk een fenomeen wat zich in elke oorlog opnieuw voordoet. Het zijn de militairen die eigenlijk de gebieden die ze veroveren, zowel materieel als de mensen die daar wonen, zijn gaan zien als hun krijgsbuit, als hun bezit. We hebben dat tot op zekere hoogte ook gezien hier in het Westen, met Canadese, Britse en Amerikaanse soldaten die diefstal plegen, plunderen en zich soms zelfs vergrijpen aan vrouwen. Maar dat is toch wel van een andere orde dan dat wat nu gebeurt in de oostelijke zones die door de Russen bezet zijn, waar systematisch geplunderd en verkracht wordt, zonder dat de officieren daar veel tegen lijken te doen. En laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk een aangekondigde wraak op de Duitsers. Hier hebben de Russen altijd gezegd,
Dat wat jullie ons hebben aangedaan, al die miljoenen slachtoffers, dat zullen we jullie in tienvoud terugbetalen. Wat we hier zien is eigenlijk het gevolg van een aangekondigde wraak. Chris, dank je wel. Terug naar eigen land nu. Met Warempel toch ook nog een lichtpuntje. Uit Zeeland. Het dichten van de dijken in Walcheren begint nu echt op gang te komen. Een groot deel van Zeeland staat al bijna 8 maanden onder water na het bombardement in september. Dat op meerdere plekken enorme gaten in de dijken sloeg. Met man en macht wordt gewerkt aan het dichten van de enorme gaten in de dijken. Het zijn er zeker nog 4. Je wil natuurlijk altijd dat het sneller gaat, maar het werk vordert gestaag. Al gaan de ingenieurs ervan uit dat het toch nog wel tot het najaar kan duren voordat de Zeeuwen weer droge voeten hebben. Tot zover dit bevrijdingsjournaal van 2 mei 1945. Morgen gaan we helemaal naar de andere kant van het land. Noordelijkste puntje van het vasteland, Delfzijl, waar de geallieerden tot nu toe zware tegenstand ondervonden. Je zou zeggen, wat bezielt de Duitsers om uitgerekend dat stukje Noord-Nederland tot de laatste snik te verdedigen? Morgen laten we u zien wat daarachter zit, direct na dat andere journaal. Goedenavond.